opname starten. Dus YouTube erop bij. Hoi YouTube! Dus ja, ik weet een beetje wat we kunnen gaan doen. Alleen ik heb dus gelogen tegen mijn toekomstige ik. Oftewel tegen mijn huidige ik nu. Mijn volledige ik die... Ik haal al mijn ikken door elkaar, jongens. Echt serieus, wees er voor onzin. Maar we kunnen dus nog niet richting... Hoe heet dat met de maskers doen? Want de mask salesman die is nog niet open. Want we hebben nog steeds niet het hele Kuko gebeuren gedaan. We kunnen inderdaad heel eventjes Goma gaan verslaan. En de andere zut wat hij allemaal heeft opgenoemd, dan zouden we eventueel kunnen gaan doen. Dus... Maar voor de rest heb ik eigenlijk ook eigenlijk weer geen idee wat we daarna weer zouden kunnen gaan doen. Dus laten we hopen dat we inderdaad weer een key voor Adult Link kunnen vinden. Dat zal natuurlijk heel erg fijn zijn. We hebben de minuut tot de forest, dus daar kunnen we heel erg snel naartoe. We kunnen heel snel naar Kakariko Village, waardoor dat we naar de bottom of the well kunnen. Dus ja. Nee, ik hou van die knopjes. En ik heb zoveel... shit al ondertussen gedaan, dat ik echt zoiets heb van, ik heb gewoon zin om te livestreamen, dus waarom ook niet? Weer die knopjes. Ja, de ik uit het verleden inderdaad. Ik bedoel, kijk, want Melon die staat hier nog steeds. Dus we kunnen nog steeds dat hele mask gebeuren kunnen we niet doen. We kunnen inderdaad heel eventjes langs de Great Fairy, maar that's it. Hé, hey, Kazi! Dus ja. Hoi Lars! Gezellig! Trouwens, geluid goed te horen van de game ben ik goed te horen. Altijd heel erg leuk om nog heel eventjes feedback natuurlijk op te hebben, want dat is wel zo belangrijk. Hey Susie Chan! Moeder van het jaar! Ja, iedereen die weet het ondertussen. Dus goed geluidbalans. Heel mooi, dankjewel voor die feedback. Daar ben ik blij om te horen. Oké, nou laten we eens heel even kijken wat de Creep Fairy ons te melden heeft. Want echt serieus, anders weet ik het ook niet meer. Ik zat te denken van misschien vandaag hardcore te doen. Maar dat bewaar ik toch liever stiekem voor morgen. Ik heb mijn oren vallen er weer af. Echt serieus. Mijn oren... Hé, kijk, nog meer oren. Ik ben de Eevee met vier oren ondertussen. Hey Bada, en we hebben bombjuice. Dat is een beetje zinloos. Steek nou mijn oren gewoon echt achterstevoren erop. Ik zet mijn oren achterstevoren. Wat is dat nou weer voor onzin? Weet je dat hij een bloepie krijgt? Nee, man. Tuurlijk niet. Zo. Nou, wel blijven zitten hoor. We willen wel een beetje enthousiasme erin kunnen gooien als het nodig is. Bada Buddy! Ik vind dat een leuke benaming. Bada Buddy. Ik moet nog steeds denken elke keer aan Manaphy op het moment dat ik Bada Buddy heb. Jongens, ik heb nog helemaal niks gedronken voordat ik begon met livestream. Misschien heel erg dom. Ik doe heel even snel slokken. Zo. Soms een vijfde en soms een zesde oor. Nee, dat kan niet. Dat mag niet hoor. Dat is wel nog zo moeilijk. We moeten nou gewoon... Nou gewoon hier even naartoe. Dat is makkelijker. Want dan gaan we inderdaad nu de... target practicing doen. Omdat we, ja, we hebben de slingshot. En de slingshot die hadden wij nog niet... Die hadden wij nog niet als Young Link. Dus ja, we kunnen dus heel de... Decoutry inderdaad doen. Maar... Waarschijnlijk bedoelt hij daarmee mijn eigen oren bij of zo. Dus ik hou gewoon mijn hesje gewoon helemaal zo nou. Ik ga gewoon nou heel stiekem zo. Dan ben ik bang. Mume is eng. Ik vind het creepy. Ja. Nee, ik moet zeggen... Ik had het gewoon echt... Ik zat vandaag... Ik had het geüpload en ik dacht echt bij mijn eigen van... Ik wil eigenlijk verder met die randomizer. Maar dan moet ik wel live gaan. Dus bij deze... volgens mij... Nee. Daar zit die ene. Hebben wij die andere al gedaan hier?
Volgens mij hebben we die al gedaan. Oh, Mumei zit dubbel. Oh, dat verklaart een hoop. Dan weet ik niet zeker of we deze al gedaan hebben, maar volgens mij hebben we die al gedaan. Maar just in kaas. Ja, die hebben we al gedaan. Ben je gewoon just in kaas? Just in kaas, je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn. Voor hetzelfde geld hadden we die vergeten en dan zou er een cruciaal item in zitten. Dus, ik moet wel zeggen, echt, de Lost Woods is wel rustgevend zo. Maar hoe was iedereen zijn dinsdag? Ik bedoel, ik weet dat ik had gezegd dat ik morgen zou gaan livestreamen. Dat ga ik ook nog steeds doen. Bada, onderaan heb je een donatieknop. Daarin zou je kunnen doneren als je inderdaad zou willen doneren, Bada. Dus onderaan staat er een donatieknop, staat ook doneren. Daar kun je inderdaad doneren via PayPal. En natuurlijk, alle support gaat naar het kanaal, bla 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 bla. Dat is logisch. Maar alvast bedankt voor de gedachte. Alsjeblieft niet over schil, ik moet misschien een brilletje hebben. Een leesbril of zo, weet je wel. Niet over schil praten, alsjeblieft zeg. Oké, krijgen we hier iets nuttigs van? Zou fijn zijn. Nee, echt serieus, ik heb morgen een afspraak. Ik ga morgen kijken of mijn oogjes nog goed werken. Creepy. Hi, Kieken. Mijn dinsdag was saai, die hoest gaat niet weg. Dat is best wel vervelend. Mijn stem begint weer een beetje terug te komen, daar ben ik wel blij om. Van het afgelopen weekend was echt... Hallo sleutel van de watertempel. Oké, we kunnen weer naar de watertempel als adult Link. Wauw. Jee. Laten we eerst maar heel eventjes de Great Deku Tree heel eventjes gaan finishen. Misschien kunnen we nog een paar Golden Skulls laatst even vinden, wie weet. Nee, mijn dinsdag was een beetje van, ja, ik had heel erg veel klusjes te doen. Ik moest nog boodschappen doen, ik moest nog extra dingen opruimen. Ik moest nog dingen voorbereiden voor privé dingen. Een heleboel privé shizzle wat ik er heel eventjes achter de rug heb gehad. Dus ik dacht echt bij mijn eigen... Ja, ik had echt zoveel zin om weer ja, verder te gaan eigenlijk met de Ocarina of Time. Dus, well, here we are. Ik dacht bij mijn eigen, ik heb nou alles gedaan. Dus nou is het ook echt tijd dat ik gewoon zeg van, jongens, we gaan gewoon live. Lijkt me hartstikke leuk. Dus ja, hier zijn we. Ik weet dat we trouwens nog heel eventjes terug naar boven moeten klimmen. Want we hebben nooit die Skulltula naar boven gehaald. En dat is toch wel een hele fijne Skulltula om gelijk mee te hebben. Dus ja, ik had het gelezen, die man. Dat is echt heel vervelend. JB'tje had hetzelfde probleem. Ik ga er toch eens een keertje... online kijken of meer mensen inderdaad na die update dat probleem hebben. Want JP'tje heeft er last van, jij hebt er last van. Ik, ja, kan helaas niet meepraten van tot ik er last van heb. Want ja, tot nu toe heb ik er geen last van gehad. Dus GTA werkt wel bij mij, maar... Het is inderdaad wel vervelend. Dus... En over morgen, de morgen livestream, dan gaan we zeker verder. Want ik had beloofd dat we woensdag verder zouden gaan met... Minecraft Hardcore. En ja, dan gaan we morgen gewoon mee verder. Maak je geen zorgen. Dus die staat woensdag gewoon nog steeds gepland. Waarom zoveel livestreams? Waarom niet? Ik heb er de tijd voor, dus waarom niet? Misschien moet ik dan ook iets eerder beginnen ofzo. Flareon Games, bedankt voor de host. Sharkheart cringe. Ja, dat snap ik. Ik bedoel, die nieuwe update is niks anders als alleen maar tot ze weer, ja. Mensen willen tot ze Sharkhearts worden gekocht. Ik vind dat zo jammer voor GTA 5. Zin in de hardcore. Ja, sorry, dat doen we morgen nu mee. Morgen gaat Fluffy verder. Ja, dat was eigenlijk niet nodig, maar ik vond het leuk. En niet te vergeten, we hebben nou de Kokiri soort, ik weet het, maar... oh, ik heb hem nooit geëquipt. Maar sommige vijanden, die zijn gewoon echt makkelijker om met de stick te verslaan. Omdat de stick eigenlijk een beetje dezelfde kracht heeft als, ja... De Master Sword, dus...
Ik heb trouwens nog na zitten te denken, jongens. Zouden jullie het leuk vinden als ik die hardcore gewoon, die livestream gewoon op YouTube upload? Wanneer weer is een keer Minecraft Hardcore Survival? Wacht al een jaar. Mjarki, waar was je gisteren? Jij zou het gewoon uppen. Dan ga ik heel eventjes kijken of ik er nog eventueel iets aan kan editen. En dan gaan we hem gewoon uppen. Dan doen we dat gewoon. Waarom ook niet? Ja, Mjarki, we zijn ondertussen, hoe heet dat, met live en hardcore bezig. Omdat, ja, de andere, daar zit echt zoveel editwerk in. Plus sommige files, die kloppen al niet meer. Dus daar zijn we bezig met een leuke alternatief slot eventjes van te maken. Ja, we zijn nog bezig met een andere... Dankjewel, Microsoft, daar zat ik niet op te wachten op dat mailtje. We zijn ook bezig, zeg maar, met een andere serie dat daar een vervolg op gaat. Om ervoor te zorgen... Dat we dus in een nieuwere versie kunnen spelen. Want blijkbaar zitten er heel veel leuke dingen in de nieuwe versie. Dus gisteren waren we Minecraft aan het doen. Oh, kom op! Ik wil fancy wezen! Kom op! Dit is een flauw! Dank je! Ik serieus, als je fancy wil weten, dan fancy is leuk. Al moet ik wel zeggen dat het fijn zou zijn als we een sleutel voor de bottom of the well kunnen vinden. Want als we naar de bottom of the well gaan, dan zou het handig zijn tot we daar één sleutel kunnen gebruiken om twee kistjes te pakken. Ik bedoel, waarom ook niet? Het heeft geen nut om trouwens naar die skulls te laten gaan aan de hoek. Want we hebben nog niet het gebogen stokje, dus dat schiet dan niet op. Dankjewel, Mimé. Dat is inderdaad wel, want ik zeg elke keer heel erg zieken wanneer dat ik live ga. Net zoals vandaag. Vandaag was ik absoluut niet van plan om live te gaan, en here we are. Oh, kom op. Wees niet zo flauw. Draai om. Ga weg, man. Nou, ik maak hem alvast open, maar helaas kunnen we niet bij die... Of was die nou wel laag? Ik weet niet of die laag of hoog was. We gaan daar gewoon voor de zekerheid heel eventjes kijken. Maar jawel, we gaan gewoon even kijken. Maar volgens mij was die laag. Of was die hoog, tot we er niet bij konden komen. Boom. Daar kunnen wij niet bij komen. Dat dacht ik al. Aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant... Maar nu zit ik heel eventjes te denken. Normaal gesproken... heb je de boomerang nodig voor. Maar ja... We zouden eventueel nog naar Lord Jabu Jabu kunnen gaan. Dus ik weet, we hebben nou nog de bottom of the well. We kunnen de fishing game nog doen. Hey Julia, leuk dat je er bent. Gezellig. Ah. Oh, ik wil die steen verder duwen. Waarom mag dat niet? Wat is dit voor flauwheid? Zo. Gaan we Goma maar eens... Misschien heeft Goma iets handigs. Wie weet, we weten in ieder geval omdat we hier de kompas hebben... Weten we dus tot, hoe heet het? Tot hij de forest dinges heeft. Dus dat is weer niet gerandomized. Boe. Ja, 23 is number one. Poink. Schiet dan. Hoi. Ja, we weten het. Wanneer dat ze gestunt is, bla bla bla. Heel spannend.
Zorg maar dat het iets nuttigs is. Dat zou fijn zijn. Al moet ik zeggen, al zou het eigenlijk best wel interessant zijn als je die dingen ook randomized. Weet je wel, de pick-ups, de medailles en alles. Als dat allemaal random zou kunnen zijn. Zou ook grappig zijn. Hallo. Ik ben zo stom geweest om mijn slingshot hier niet neer te hebben. Doe dat nog eens. Dank je. Hij had gewoon drie jump attacks nodig. Oh ja, hij had er drie nodig. King the Dongo, dat was degene die er maar twee nodig had. Nou, dan wachten we eventjes. Ik raak hem gewoon nou niet, jongens. Daar word je niet vrolijk van. Waar zit die gek? Ik heb nog nooit gehad dat ik hem gemist heb. Ga weg! Waar ben je nou weer? Hoi. Moet je wel raak schieten, joh. Moet je wel kogels in doen. Hoppakee. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik heb nog nooit gehad dat hij eieren heeft kunnen poepen. Ik ben teleurgesteld. This better be worth it. Nou ja, we hadden nog maar een piece of hard nodig en dan kregen we weer een hardcontainer. Dus technisch gezien hebben we hier een hardcontainer van gekregen. En dan kunnen we deze alvast aanvinken. Want we weten tot we die krijgen. Ik ga toch nog boer roepen, hoor. Ik ga boer roepen. Boe! Shame is niet random! Nou ben ik boos, dan ga ik vissen. Heeft een zwaard, maar die is zo vreselijk bot dat hij beter met stokjes kan mappen. Ja, dat. Nou, het grappige is, de stokjes die hebben dezelfde kracht als een master sword. Die zijn twee keer zo sterk als de Kokiri sword. Dus ja, als je een jump attack doet met een stokje, dan doe je eigenlijk dus 4 keer zoveel damage als dat je een gewone slag zou doen met de Kokiri sword. Dus ja, er zit wel een verschil in. Klein verschil, maar er zit een verschil in. Niks vis! Jawel, wij gaan vissen. Hoe stijf dat je je poot ook houdt, maakt mij niet uit. We gaan gewoon vissen, Suzetje. We gaan gewoon vissen, verdorie. 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 Misschien is dat het waard. Dat is serieus, tot nu toe. Ja, oké, we kunnen de watertempel weer iets verder in. Ja, ja, no rumble for me, bla bla bla. Wat wel heel erg grappig is, is hier staat als het goed is nou, check. Biggest fish, oh, hier was het maar 6 pond, oké. Okay. Serieus, Mimé, duurde dat zo lang om daarachter te komen? Ik ben teleurgesteld. Of heeft Amaris je dat nog heel eventjes snel doorgeappt? Dat zou natuurlijk ook zomaar even 1, 2, 3 kunnen. Oké, okay, nou helemaal niet omhoog. Daar zit de vis. Kom dan. Oké, we hebben hem. Ze hebben dit gelukkig een stuk makkelijker gemaakt. Dus ik weet niet hoe dat de devs het gedaan hebben, maar het is in ieder geval een stuk makkelijker. Hoera. It's about 8 pounds. Nou, dat is te groot, hè? Want ja, we hebben 6 pound, dus we breken hierbij het record. Dus dat is ook de bedoeling. Dus dit zou onze tier unlock moeten wezen. Wow! Gaf hij hetzelfde op het moment dat wij...
Als Adult Link waren... Dit is zinloos. Oké, nou, we hebben dat ene gedaan, we hebben de andere gedaan. Ik zou een klein gedeelte van... Zora's de main kunnen doen, maar... Wacht eventjes, hoeveel Golden Scotsela's hebben we op het moment? 34. Zijn we zo desperate? Weet je wat, we gaan gewoon eerst eventjes naar die bottom of the well. Laten we eerst gewoon naar de bottom of the well gaan. We kijken wel wat we daar kunnen vinden. Hopelijk iets goeds, we zien wel. Laten we het gewoon hopen. Oké. Het was iets lastiger om de grote vis binnen te halen, eigenlijk. En met de randomizer hebben ze dat makkelijker gemaakt, dat je dus niet de hele tijd zit te struggelen met vis. Niks vis. Nou, Sunsong hebben we nog niet, dus een kistje daar, daar kunnen we ook nog niet, daar kunnen we ook nog vergeten. Daar schiet ook al niet op. Ah, we hebben nog een empty bottle. Ik bedoel, waarom niet? Ik bedoel, we zijn er nou toch. Hallo. Ik weet dat jullie hier gewoon rondkruipen. Zitten jullie echt alleen maar onder deze steen? Kan natuurlijk ook, weet ik veel. Hij doet het, die man. Daar ben ik blij om te horen. Daar ben ik heel blij om te horen. Dat maakt mij ook weer een stukje vrolijker. Ik vraag me eigenlijk toch heel even één ding af. Ik doe heel eventjes hier even snel spieken. Heel eventjes, heel even snel. Oké. Goed. Nou, er is één plek waar dat ze wel gewoon onder struikjes inderdaad verschijnen, maar... Ik weet niet meer uit mijn hoofd waar dat dan precies was. Yay! Oké, kom maar uit. Dat is net zo makkelijk om dit maar gelijk mee te nemen. Ik bedoel, waarom ook niet? Dadelijk als we 50 Skullzilla's hebben, dat je dan de Weird Air krijgt. En dat je daarna pas Zelda's Lullaby oorspronkelijk zou kunnen lezen. Ik zie het gebeuren, echt serieus. Yay! Die man, we hebben nog geen bevestiging. Come on, man, tell us. Come on and tell us. You're a long way from home, cowboy. Ik vind het nog steeds zo'n blije bakkersmuziek van Hilton Rinder. Hallo. Hij is dood. Dat was dom. Al vraag ik me eigenlijk toch wel af, hoeveel kistjes zijn er nu eigenlijk extra open? Want dat kistje wat we daar op de map zien op het moment, daar kunnen we nog niet bij komen. Want ja, het probleem is... Daar hebben we één sleutel voor nodig en we hebben dus 0,0 sleutels. Dat is dat kistje wat achter hem zit. Er zit er nog eentje, die zit dan daar achter, maar daar hebben we ook een sleutel voor nodig. Dus... Dat is al een nee-nee. Oké, hij doet het. Mooi. Daar ben ik blij om te horen. Even kijken, volgens mij zat hier geen kistje, maar... Volgens mij waren er twee locaties waar dat we nou een kistje konden krijgen onder... hoe heet dat, waar normaal gesproken water in zit. Eentje, dat is aan de andere zijde. Dat is aan de kant waar we net waren, bij het begin. En de andere, dat zou bij dat hekwerk moeten zijn waar dat we onderdoor zijn gezwommen. Daar zit ook nog een kistje. Dus dat zijn toch, auw, twee pick-ups. Dus eentje zit hier. Oh, en dan kunnen we naar die creepy kamer toe. Wauw, thanks.
Nou is mijn leven zoveel vrolijker. Dankjewel. Vinden we Erko, wat lief. Ach ja, het grappige is... of we gebruiken een mes... of we gebruiken stokjes. Letter B sticks. Al vind ik deze kans nog steeds creepy. Walbada, dankjewel voor de charity bits. Enorm bedankt voor de support. Eevee is weer helemaal powered up en daardoor hebben we hier nou twee kistjes in plaats van één. Want ik was helemaal vergeten dat er geen kistje zit en dat is allemaal dankzij Walbada. Dankjewel. Eén voordeel, ik hoef geen stokjes meer verder. Zo. Mumee, nee. Ik ben al blij dat ik niet verkouden ben geworden, echt serieus. Kom op! Oh, kom op, hoeveel sticks heb je nodig, man? Ik weet dat je de jump attack zou kunnen doen, maar... This better be worth it! Laat los! Oké, we hebben hem. Komt allemaal door Bada, omdat die heeft onze Eevee flink opgewaardeerd. Goed, wat hebben we hier? Nog meer! Ik begin hier een patroon te zien. Ik begin hier echt een beetje... Nee. 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 Oh, dit gaat toch niet zo'n aflevering worden? Oh boy. Ik maak me zorgen nu. Ik maak me echt legit zorgen nu. Ik maak me echt... Oh boy, dit kan heel fout... Oh, wacht even, we moeten de andere kant op. Dit gaat niet goed, jongens. Heb je nog maar één... De overdreven vrolijke put. Ja, maar het gaat niet goed. Ik heb hier nog maar één kistje die we nou kunnen openmaken. En dat is het kistje wat hier zit. Please be something. It's something, inderdaad. Ze hebben weer een sleutel van de Water Temple en een sleutel van de Fire Temple. Pas erop, hè. Oké. Hadden we nog eens wat we konden doen als Young Link? Ja, aan de ene kant heb ik zoiets van... We kunnen even kijken wat bij Lord Jabu Jabu... ...daar te vinden is. Kunnen we hieruit teleporteren? Volgens mij niet. Hey. Ik bedoel, ja. Lord Jabu Jabu kan... Even kijken, volgens mij kunnen we daar één of twee kistjes te pakken. Volgens mij maar één kistje trouwens. Volgens mij is het eerste kistje wat je vindt een boomerang normaal gesproken. Oef. Ik zit al eventjes te denken. Wat hadden we dan nog meer? Volgens mij hebben we alles gedaan. Ik heb net nog geluisterd naar mezelf. Want we hebben nu de bottom of the well gedaan.
Precies, Eevee. Echt serieus, wie moet me nou weer lastigvallen? Echt, ik ben aan het livestreamen, wat is dit? Nieuwe reactie. Ja, niet nu. Ik ben aan het livestreamen. Ik heb daar... Ik kan nou gewoon niet lezen. Ik doe mijn best. Nou ja, ik kan eerst eventjes die Golden Skull hier al even oppakken. Waarom ook niet? Dat gebogen stokje, dat zou nou toch best wel welkom zijn eigenlijk. Of die zit dadelijk op zijn oorspronkelijke plek, nog erger. Die hebben we al helemaal gedaan, ja. Sonic, serieus, kijk de video die ik net heb geüpload. Die hebben we helemaal gedaan als een Adult Link. Ik zit eventjes te denken. Ja, de makkelijkste manier is natuurlijk om gewoon hier eventjes Zora's domein in te gaan via deze kant. Dadelijk zit het gebogen stokje gewoon echt aan de andere kant ofzo. Enigste nadeel is, we kunnen dan volgens mij even de bugs niet meedraaien, want ja... De Blue Potion is wel handig om bij ons te houden, dus net zo makkelijk om die maar gewoon bij ons te houden dan ook. En hoezo hebben we deze nog niet gedaan? Volledige ik, waarom heb je niet vermeld dat je deze nog geskipt hebt? Als we deze al gedaan zouden hebben, dan zou daar dat kistje moeten zitten. Trainer Stevie. Volgens mij hebben we wel gedaan. Ik ga dat duiken, ga ik nou ook nog wel eventjes dadelijk na checken. Hoezo hebben wij dit nog niet gedaan? Volgens mij hebben we echt wel al gedoken. Toch? 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 Oké, als dit echt iets heel erg boeiends is. Nee, deze hebben we al gedaan. Goed. We hebben in ieder geval nog iets gedaan. Ja, Bada, het punt is... op het moment dat ik een game livestream... dan houden we tijdens die livestream... houden we het ook bij die game. 9 van 10 keer. Dus nu zitten we inderdaad in Zoeter. Morgen hebben we dus inderdaad de dag van Hardcore. En als we weer iets anders spelen... dan blijven we waarschijnlijk die hele dag... daarop gefocust. Dus. Zo werk ik een beetje mijn streams. Dan vraag ik me af, hebben we deze Golden Skull al? Ik ga gewoon hier al eventjes wachten. En nog heel eventjes mijn eigen bedenken hoeveel pijn dat het doet dat we Saria's Song hier al hebben. Want met Saria's Song kunnen we de pick-up krijgen van de Deku... De Deku... Gast, kleine jochie, dingetje.
En kunnen we ook nog eens een keertje de item krijgen van de Rooney, hè? Wat me er eigenlijk ook aan doet denken dat we nou bommen hebben en dus ook bommen kunnen gooien, dus... Duurt lang. Dus. Jullie willen nou zeker allemaal horen, ik ben echt dom. Kan ik me niet bij voorstellen. Hoezo hebben we deze wel? Ik weet het ook niet meer zeker, dat is het probleem juist. We hebben nog heel veel pick-ups nodig. We hebben nog sowieso de... een paar sleutels hebben we nog nodig. We hebben een paar nummertjes hebben we nog nodig. Mirror Shield zou fijn zijn. Silver Gauntlet zou fijn zijn. Boomerang zou heel fijn zijn. Het feit dat die man twee keer stilte zegt, is best wel eigenlijk pijnlijk. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat Musical Memoirs, hoe dat die officiële Discord neerzet in de chat. Het is de officiële trainingsteam. Heel mooi. Echt gaaf. Dus. Ik denk dat we wel heel erg op de tijd zitten te wachten nu. Maar volgens mij hebben we deze dus niet gepakt, want we hebben hier geen seeds of wat gehad. Dus volgens mij hebben we deze nog niet. Komt u mij. Zie, we hebben hem nog niet. Yay! Hey, Thomas. Welkom. Leuk dat je er bent. Gezellig. Uit, Daniel. Feedback is altijd handig natuurlijk, dus dat is geen enkel probleem. Het punt was van, ja, ik zat zelf ook te twijfelen of we die al gedaan hadden of niet. Het punt was, ja. Ik had daar nog geen seeds, dus daarom dacht ik dat we hem nog niet hadden kunnen doen. Nee, Mimé, was ook een compliment. Dankjewel nogmaals daarvoor. Nou, laten we zien hoe erg pijnlijk dat alles gaat worden. Oké, dat is gelukkig nutteloze informatie, want de Water Medaille die hebben we al. Dit wisten we al. Dit valt mee. Hoi, Daaf! Gezellig dat je erbij bent, Daaf! Leuk, man! Vraag me niet waarom ik in één keer die stem opzet. Ik heb geen flauw idee, maar welkom dat je leuk dat je bent, Daaf. Goed. Do this. Want ik weet namelijk hier... Hebben wij de rollende golem gestopt? Hebben wij de Bombchu game gedaan? Nee, hè? Volgens mij niet. Waarom kom ik nou echt op al die dingen die we nog niet gedaan hebben? Echt, hè? Zoveel dingen die we vergeten zijn, denk ik. Hebben we de Bombchu game al gedaan? Ik kan me de Bombchu game niet herinneren dat we die al gedaan hebben. Volgens mij hadden we geen bombag op het moment dat wij... We hebben de bombag volgens mij pas gekregen toen we Adult Link waren.
Ja, we hebben Lonk inderdaad gestopt, ja. Nou, we komen erachter op het moment van hier. Oké. Okay. Oké, okay, is een beetje zinloos. Het is een pick-up voor een pick-up, maar... Ja, je hebt inderdaad een beetje spoilers, maar... Als dat alles is... Eigenlijk, op zich, omdat we de Iron Boots al hebben, zijn deze... Ja, je hebt er heel weinig aan. Omdat het enige wat we kunnen doen is we kunnen de bodem raken van die science gast. Maar voor de rest... Hoi. Nee, deze hadden we niet kunnen doen, maar we hadden Zelda's Lullaby. Die hadden we absoluut hier nog niet. Dus deze hadden we nog niet kunnen doen. Ook al hebben we Saria Song. Wat heb je voor ons? Een sleutel voor de Shadow Temple. Oké, okay, maar we hebben Dinsfire nog niet, dus daar hebben we weinig aan. Oké. Okay. Nou, ik denk niet... Toekomstige Stevie. Hallo nieuw, ik ben Stevie. Maar volgens mij heet jij Sahin. Ik noem jou gewoon Sahin. Mag dat? Ik noem jou gewoon Sahin. Ik hoop dat mag. Ik hoop dat het goed is. En als ik het verkeerd uitspreek, mijn excuses. Maar welkom. Nou, dit hadden wij nog niet kunnen doen in verband met... We hadden Zelda's Lullaby hadden we nog niet. Dus dan gaat die deur nog niet open. Yay, ik mag Sahim zeggen. Nou, ben ik daar ook weer blij om. Yay, mijn dag is weer helemaal goed. Nu wil ik de bom gooien? Nee dus. Nu dan? Ik spring gewoon met bom en al erin. Mag dat? Mag ik mijn bom en al erin gooien? Waarom ook niet? Ik bedoel serieus. Zit je dan voor eeuwig vast opgesloten in die vaas? Precies, Eevee. Maar ik moet heel eventjes wachten. We moeten dit heel goed timen. Nee! Je moet niet... Blaas jezelf op, waarom ook niet? Wees zo vriendelijk om jezelf op te blazen. Blaas jezelf op. Oké. Kom maar. Sahin. Gewoon Sahin. Sahin is makkelijk, dan zeg ik gewoon Sahin. Sahin, zorg ik er even voor dat dit een goede item is. Boe! Niet origineel, Sahin. Sorry, ja, nee, is geen goed item. Nee, helaas, niet goedgekeurd. Helaas, dat kunnen we niet goedkeuren door de Bond van Nationale Eevees. Het is namelijk een oorspronkelijke Piece of Heart waar dat een Piece of Heart had te zitten, hoort te zitten. Sorry, Sahin. Faal. Maar welkom bij Team Eevee. Welkom bij Team Eevee natuurlijk en bedankt voor de support dat je onze community joint. Ik vind het hartstikke gezellig. Ah, jongens toch. Nee, jou blijf ik gewoon Bada noemen. Dat vind ik een veel leukere naam. Nee, niet sorry zeggen. We zitten te geinen. Nee, we zitten echt te geinen hier. Daar kun jij toch niks aan doen? Kom nou toch, Saag. Laten we eerlijk wezen, Saag. Dan kun jij toch niks doen. Kom nou. Maar in ieder geval, welkom bij Team Eevee. We hopen dat je het naar je zin gaat hebben. En ik heb die bomdinges nooit opgeblazen. Dus wel handig dat ik dat nou eigenlijk doe. Oké, heel die cave... Heel dat ding is al gedaan ondertussen. Wat eigenlijk best wel gek is, omdat we dat in de toekomst hebben gedaan. Maar er zit hier een Golden Sculptula.
ik scroll er gewoon 300 keer voorbij. Zo ben ik... Ik ben zo van mijn apropos af. Gewoon zo erg is het. Oh, wacht even. Beter. Weten we dat we deze ook maar gelijk meenemen? Oké, dat is best wel een lange tijd. Sahin die volgt mij al vanaf het moment dat hij eigenlijk 6 is. Ik weet niet hoe lang dat al geleden is, maar... hij volgt me al voor 4 jaar. Leuk om je ook in de livestream een keertje tegen te komen. Gezellig. Bedankt voor de support al voor zoveel jaren, jongen. Dankjewel. Maar goed, dan moeten we dus naar Kakariko Village. En dan moeten we dus het engste gaan doen wat er ooit bestaat. Volgens mij hebben we deze trouwens hier ook al genomen. Want dat hebben we volgens mij met de Master Sword gedaan. Dat is dit vakje hier, dacht ik uit het hoofd. Ik ben echt dom. Ja, echt, jongens, enorm bedankt voor hoe lang dat jullie me eigenlijk al volgen. Dat is echt geweldig gewoon. Echt enorm bedankt. En ik ben blij dat jullie ermee entertainen. Ik serieus. Ja, die hebben we al gedaan. Oké. Ik kan toch maar even dubbelchecken. Ik bedoel, serieus. Het heeft ook niet te maken met hoe lang dat je... Ik bedoel, serieus... Alleen, je zei net dat je nieuw was, dus dan ben je niet echt nieuw. Oké, je bent nieuw op Twitch, maar... Nou, het maakt niet echt zoveel uit. Zoals ik al zei, het maakt niet echt uit hoe lang dat je kijkt. Het gaat erom dat je plezier hebt dat je kijkt. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste van allemaal, dus... Ik doe mijn best. Tenminste, ik probeer mijn best te doen, dus... Net zoals dat, ja... De YouTube-serie, de hardcore-serie bijvoorbeeld, totdat een beetje met de sissen weer is afgelopen in verband met te veel editwerk. En ja, met een grote groep is het toch echt heel moeilijk om zo constant op te blijven nemen. Maar we hebben daar een leuk idee voor, dus dat komt zeker wel weer ergens goed. Dus geen zorgen daarover natuurlijk. Maar we hebben iets anders engs te doen, namelijk de bowling game. Alleen de skulls reden om hem op te gooien, ja. Ik herinner me wel deze muziek, maar... Volgens mij had dat niks te maken met de bowling. Ja, komen we er zo achter. Nee, we hebben dit nog niet gedaan. Oh boy, ik haat deze minigame. Mimé weet dat ik een hekel heb aan deze minigame. Is die raak? Nee, joh. Zo dan. Nee, ook al niet. Ik ben hier zo slecht in, jongens. Die is veel te hoog, man. Oh, kom op. Dit gaat anders zoveel. Ik heb geen zin om extra veel te moeten gaan betalen. Kom op. Kom op. Ga gewoon naar beneden. Nee! Oh, dit halen we al niet meer. Of deze moet erin zitten, maar... Ja, klopt inderdaad. Oké, voor de pizza fart dan. En daarna moeten we nog een keertje helemaal rondbombarderen... in verband met dat we de bombag vergeten zijn. Ik haat deze minigame zo erg. Tuurlijk in diezelfde hoek. Weet je wat? Ik pleur hem gewoon zo neer. Is het zo goed? Zoiets! Als zoiets gebeurt, doet dat dan pijn? Behoorlijk. Thank you.
Kip, blij. Move. Blijf. Move. Grumpy Face werkt altijd. Dank je, YOLO. Dank je, Thomas. Nou, we hopen dat de item het ook waard is, maar... ik had gewoon inderdaad de Grumpy Face die ik moest opzetten. Nou ja, het zijn extra bomtjes. Die zijn altijd handig. Oké, via de muur is niet zo moeilijk, hoor. Kijk maar. Wauw. Net te laat. Zie? Mimi, that's not helping. Ik moet wel zeggen, dat zijn de meest onsterfelijke kippen ooit. Dit zijn maar bomtjes, dus als ik dit verlies, dat boeit me nog niet eens, maar... Ik serieus. Ik haat die kippen. Nee, de bomtjes zijn geen random pick-ups. Oké, de blue groepje kunnen we gebruiken. Dit. Als ik boven in het midden zit, vind ik eigenlijk persoonlijk het makkelijkste, maar goed. Mooi. Geef me mijn rubies. Kunnen we voor de bom back. Als ze me aan zouden vallen, dan klink ik... Oh, we krijgen gewone bommen. Gewone bommen, daar doen we gewoon dit bij. Blue Rupee kunnen we gebruiken. Jij ziet eindelijk het net van Bloopies. Dat was een Purple Rupee! Nee, als die kippen me aan zouden vallen, echt serieus. Dan klaag ik echt heel die hele dinges aan. Via de muur is best makkelijk. Natuurlijk, nou hebben we hem nodig. Hè? Nou hebben we hem nodig. Oh, nee. Zo dan. Oké, we hebben hem. Concentratie. Uiterste concentratie. Deze muziek helpt ook niet echt. Ik durf gewoon niet.
Please let it be worth it. Dankjewel, Bada. Dankjewel. Even power up is real. Hoeveel Skulltula's zitten we ondertussen? 38. We kunnen naar de 40. In de avond kunnen wij namelijk er eentje plaatsen. Of kunnen we er nog eentje pakken, want die op de trap die zitten nog. Oh, dankjewel, Daaf. Dank je. Jij hebben inderdaad ook. Bedankt voor de zout, Bada. Echt. Goed. We wachten even tot het avond wordt. Pakken de Skulltula op bij de nacht. Dan gaan we weer heel eventjes terug naar Lost Woods. Dan kunnen we nog een Skulltula pakken. Dan zitten we op de 40, dan hebben we 40 pickups. En anders... Wat zeggen jullie? Gaan we naar Adult Link, gaan we naar de dungeons toe? Of gaan we toch heel eventjes kijken bij Lord Jabu Jabu? Laat heel even weten. Ik bedoel, het is iets wat we nog kunnen doen als Young Link. Oké, het is maar één kistje, maar het is iets wat we kunnen doen. Voor hetzelfde geld zijn tijd eigenlijk inderdaad niet zo random... Dungeon, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Jabu, dat is een 1-1. Dat is een 1-1 vote. Oké, dat zijn 2 votes voor Jabu Jabu. Jabu Jabu wint. Ja, 3 al. Hoppakee, Jabu Jabu wint. 4. Jongens, het is duidelijk. Wij gaan. Het is... Volgens mij moeten we naar Jabu Jabu. Grootface is deployed. En hoe? Serieus, man. Nou ja, aan de andere kant, als we daar inderdaad dat hele begin met Ruto... Nee, trouwens, moeten we bij de... Ja, bij de beginner zit ook al een Skulltula, dus dan hoeven we niet moeilijk te gaan lopen doen voor nummertje 40. Dus... Laten we eerst gewoon naar Jabu Jabu gaan, waarom ook niet. We kunnen deze gelijk meenemen, waarom ook niet, makkelijker. En dan gaan we gelijk naar Jabu Jabu Jabu, Jabu, boe boe boe, Jabu boe boe. Nee, wacht eens heel eventjes, wij gaan eerst eventjes langs Sariasong, want dan hebben we gelijk namelijk een empty bottle. Dat is net zo makkelijk, laten we eerst eventjes zorgen dat we een empty bottle weer hebben, dus... Weet ik, Daaf, maar het is leuker om gewoon in één keer een grumpy face op te zetten. Dat is gewoon grappig. En waarom wil ik naar de Serenade of Water? Daar wil ik niet heen. Nee, ik wil... Ik blijf kalm, ik blijf rustig, ik blijf vrolijk. Zullen we gewoon hetzelfde doen als wat we hebben gedaan dit afgelopen weekend? Zullen we gewoon hetzelfde gaan doen? Wij gaan gewoon hetzelfde doen. Wij gaan gewoon hetzelfde doen. Kom er maar gezellig bij zo. Hoppakee. De fluff gaat erbij. De kachel komt erbij. Hoppakee. Zo gezellig. Waarom ook niet? De fluff houdt ons kalm. We gaan nu over...
Moet je wel een beetje verder naar voren zitten, zo, hè? Moet je wel gewoon een beetje zo zitten, hè? Gewoon een beetje zo zitten, zo. Wij blijven kalm. Met deze muziek moet dat te doen zijn. Nee, die is een morretje. En Fluff is er wel heel even geweest. Dit is trouwens Maxi. Dus de nieuwe. Dat is onze nieuwe Flareon. Maxi. Mumeration. Wauw. Oké, die was wel heel erg slecht, Daniel. Wauw. Mumeration. Jongen, 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 jongen. Hoe kom je erop? Krijg je ook een Vaporeon genaamd Archie? Is eigenlijk wel een goed idee, Daniel. Moet er eigenlijk weer een Vaporeon bij komen, maar dat is dan inderdaad de volgende Vaporeon die we tegen gaan komen. Dus, kon je hier trouwens ook geen zaad hebben? Ga jij eens even dood. Daar. Oké, okay, granted, dat is ook voor een golden skull salad, dus daar komen we ook niet echt ver mee, maar als je hier een zaadje in zou planten. Goed. Nou, gaan we dadelijk naar Jabu Jabu. En als het niet waard is, dan zal ik dans. Oké, jullie snappen mijn punt denk ik wel. Het is toch gewoon erg dat ik ondertussen de hele Lost Woods gewoon uit mijn hoofd ken. Dit zit zo voor geen meter als ik zo aan het spelen ben. Dus blijf maar gewoon heel even zo rustig bij me zitten. Zo. Zo. Een beetje in beeld zo. Kan ik hem niet ergens zo ergens neer? Zo. Moet ik even mijn camera een beetje draaien. Maar dat is niet erg. Kan ik maar gewoon gezellig zo bij zitten even, Maxi? Wel blijven zitten alsjeblieft. Zo. Doe ik heel even de camera een beetje draaien. Die kant op. Kijk. Staat Maxi er gezellig bij? Wat leuk. Jawel, het is wel Maxi met IE volgens mij. Maxi? Volgens mij wel met IE. Volgens mij heeft Daniel wel gelijk. Waarom vang ik er nog één? Ik hoef er niet nog één. Nee, volgens mij is het wel degelijk inderdaad Maxi met IE. Ik wil gewoon dat we je, nou ja, om te cringen, dat we je naar een verkeerde kant gestuurd hebben. Weer een gemeene... Ja, Mimme, ik weet dat jij gemeen bent. Je bent gemeen. Ik ben het gewend van jou. Maar ik heb Maxi bij me, dus het komt wel goed. Maar we zijn er nog niet uit of het nou met IE is of alleen een I. Volgens mij was het met IE. Maar daar zijn we nog niet uit. En ik weet dat we 40 skulls hebben tot we eerst naar die pick-up zouden gaan. Maar nee, stel je voor dat die pick-up van 40, hoe heet dat, 40 golden skulls het wel waard zou zijn. Wij gaan nu eerst naar Jabu Jabu. Jullie hebben erom gevraagd. Dus als dit het niet waard is, jongens, bereid je maar voor. Als dit het niet waard is. Ja, volgens mij is Maxi van Team Magma ook met IE, dus. Maar ja, dit is niet wat jij vindt. Het is van, is het er nou of niet? Weet je wel? Okay, let's do this.
We hebben trouwens ook nog niet eens een blue tunic. We weten nog niet eens welke kleur dat we krijgen als we de blue tunic aan hebben. Fish? Oké, het is EA. Dankjewel, Mimee. Dankjewel voor de bevestiging. Dan vraag ik me eigenlijk trouwens af. Hebben wij de Great Fairy al gedaan bij... waar je Faroor normaal gesproken krijgt? Volgens mij hebben we die gedaan gelijk toen we de winter... Ja, volgens mij hebben we... Ik weet het eigenlijk. Volgens mij wel. Volgens mij... Ja, die hebben we gedaan. Nee, ja, volgens mij... Volgens mij hebben we die gedaan. Houd het daar maar op. Volgens mij hebben we die echt gedaan. Zeker weten. Nee, echt niet. Echt wel. Dat is zeker weten. Zeker weten. Ik denk het wel. Echt waar? Echt waar. Tenminste, dat denk ik. Dat hoop ik. Zo. Flareon, een beetje... Ja, sorry. Oké. Okay. Hoi, Jaboe, Jaboe. Maar zeg je nou Jaboe, Jaboe? Of zeg je nou Jabu, Jabu? Nobody knows. Oké, dit is wel inderdaad een hele leuke spooky muziek die je hier nou krijgt. This better be worth it. Jullie wouden hier naartoe. Dat ene kistje. Daar is het de Song of the Spirit Temple. Dat zou goed zijn. Song of the Spirit Temple zou goed zijn. En dan weet ik nog niet, is het nou Jabu, Jabu? Ja, ja, je bent een zeursnol. Ja, een zeursnol. En zoals dat ze zeiden in Smash, zeggen wij dat ook tegen jou. En your power, most powerful weapon is your ass. Jabu, Jabu. Ik zei altijd Jabu, Jabu, dus waarschijnlijk wat Daniel typt, maar dan wat sneller gezegd. Ach ja, als het visie maar een naampje heeft, toch? Dat is toch het belangrijkste. Als het visie maar een naampje heeft. Oh, dankjewel Daniel. Mimee had het goed. Daniel, jij steler. Nee, echt serieus. Sorry, ik... Soms mis ik ook wel iets in de chat. Sorry. Volgens mij is zij gewoon van soep, weet je wel? Ik bedoel, serieus, volgens mij zwemt zij gewoon in soep. Volgens mij is zij gewoon... Het is gewoon soep. Just soep. It's just soep. Ik zou hier eigenlijk gewoon een plateautje aan de andere kant moeten hebben, want echt serieus. Heb ik haar nou verzopen? Is ze nou dood? Ik heb net nog echt... Ik maak fouten die ik nog nooit eerder heb gemaakt. Dat is toch erg? Die is dood. Game over. Rip game. Zoek het maar uit. Die is hartstikke dit. Hartstikke dood. Hi. Oh, goed. Oh, ja, sorry. Ben jij de zus van Ruto? Weet je wat, we noemen jou wel Rito. We noemen jou wel Rito. Ja. D-O-D. Dot.
Ah, this better be worth it, jongens. Jullie hebben me hier naartoe gestuurd. Grito, nog erger. Oké, Daniel, nee. Ja, maar Daaf, waar denk je waar dat ze vandaan komen? Waar denk je waar de Ruto vandaan komen? De Windweker is duizenden jaren na Ocarina of Time. Laten we eerlijk wezen. Velen weten dat niet, maar het is wel zo. Oké, laten we nou diezelfde fout niet nog een keer maken. Laten we gewoon netjes deze kant op springen. Oh, Danielle. I got something here that I want to lend to you. Your little gamble-like. Of hoe dat die tekst ook gaat, weet ik wel. Ik heb te lang geleden... Het is echt veel te lang geleden dat ik eigenlijk met de evil heb gedaan. Oké, volgens mij moesten we eerst rechtsaf. Ik weet niet meer zeker. Ik weet de volgorde niet meer. Who cares? I don't know. I don't care. We kunnen buttstompen! Poink. Beste manier om deze wezens te verslaan. Ik weet niet wie het heeft uitgevonden of wie het heeft verzonnen dat dit gewoon echt een daadwerkelijke manier is om die beesten te verslaan, maar ik vind het geniaal. Poink. Oké. Hier zit normaal gesproken de boemerang in. Zit hier de boemerang niet in, komen we niet verder, dan kunnen we dus niet verder met onze storyline of met onze progressie. Hier zit in... De chat geeft liefde. De chat geeft liefde. De chat geeft liefde. Chat geeft liefde. En volgens mij was dat de boemerangkamer, maar... De bubbelkamer die zat toch achter zo'n... Ik weet het niet zeker meer, maar we gaan het gewoon doen. Dat is Maxi. Zie, nee, daar kunnen we niet komen. Die zit achter zo'n... We kunnen niet naar de bubbelkamer. Of is dat deze kamer hier? Want we hebben die kamer gedaan. Nee. Dus we kunnen hier niks. Nee, Mumee. We gaan niet cringen. De chat gaf liefde. Dus het was liefdevol bedoeld. Dus we zijn vriendjes. Want ze hebben liefde gegeven. Dus we gaan niet cringen. De chat zei dat ik daarheen moest. En anders wordt Maxi boos, dus. Jongens, jullie hebben liefde gegeven. Ik hoef niet al die zout. Ik serieus. We zitten al op 40. Op 42, dacht ik zo. We zitten weer op een punt dat we echt alles weer moeten doen, hè. Echt, oh. Nee, we zitten op 42. Ze kunnen weer een reward krijgen. Hoera.
is toch één ding wat we kunnen doen als Jong Link? Er is nog één ding wat we kunnen doen. Dit is echt pijnlijk. Rest in pindakaas. Nee, dank je. Oké. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me wat niet waar is. Fluff, wat mag ik niet zeggen dat waar is? Wat is er aan de hand? Wat is een Fluff? Zeg het me maar. Mimmy, dat is jouw mening. Satésaus is lekker. Oké, misschien meurt het een beetje, maar het is lekker. Ja, jij doet een research. Dat moet je zelf weten. Ik ga heel eventjes naar de bodem duiken. Goed. Blijheid, liefde van een creepy oude man. We kregen wat liefde van een creepy oude man. Een creepy oude man. Yay! Ik weet het echt niet meer, jongens. We moeten nou weer terug naar adult. En we hebben twee sleutels gevonden. We hebben één sleutel in de Fire Temple. Waardoor dat we dus twee pick-ups hebben. En we zouden iets in de Water Temple eventueel kunnen doen. Maar voor de rest... En daar gaat de progress. Maar Fluff, dan weet ik nog steeds niet wat je net zei met Stevie. Nee! Zeg me dat het niet waar is! Wat? Wat is niet waar? Voor een stempel hebben we geen sleutels meer voor Sonic. Ik serieus. Kijk, deel 2. Of 3, of welke part ik vandaag ook heb geüpload. Nee, ik weet dat jij geen water wil, maar dit is Lonk. Lonk die gaat het water in, niet jij, Lonk. Als je iets krijgt, dan is er bijna geen progress. Maar als je niks hebt, dan zinkt de progress als de Titanic. Nou ja, er zijn nog altijd een paar dingen die we kunnen doen. We hebben nou sowieso één sleutel in de vuurtempel. We hebben een sleutel in de watertempel. We kunnen nog... Hey, wacht eens eventjes. Hebben we die... Hebben we al gedaan. Hebben wij de Song of Storms al bij de Kikkers gespeeld? Ik bedoel, ik kan me herinneren dat we de grottos gedaan hebben. Maar hebben die al bij de Kikkers gespeeld? Dat is ook een pick-up.
kan me dat niet herinneren. Daarna gaan we gewoon als adult, maar... Mermaid, don't go there. Alsjeblieft niet. Trauma's. Don't. Please. Have mercy, Mermaid. Do not go there. Lief. Lies. Hebben we trouwens deze scotula al? Ja. Thanks, Mermaid. Daniel, voor straf moet je dadelijk heel die film kijken als je zo door blijft gaan. Kom nou. Ik stuur Maxi op je af. Goed. Ik weet niet of we dit al gedaan hebben, dus... Daarom wil ik het toch even rechecken, want... Het is een Song of Storms. Hebben we nog niet gedaan, oké. Ik ben kalm, ik heb hier een Maxi. Ik ben vandaag zo kalm. Hoezo dachten wij dat kikkertjes ons blij zouden maken? Oef. Dat was erg pijnlijk. Goed, we gaan weer terug naar de volwassen wereld. Shadow Temple ook niet in, want we hebben nog geen Dinsfire. Daardoor kunnen we de Shadow Temple nog niet in. De hoverboots. Hebben wij... Nee, we hebben ook nog geen... Boski van de Watertempel. We hebben wel van de Forest Temple van de Shadow Temple hebben we hem al wel. Ik weet bij de Fire Temple, daar hebben we nou sowieso twee pick-ups die we op kunnen halen. Oké, okay, Daniel, en hoe komen we bij de Spirit Temple? Vertel mij maar. Doe maar. Vertel maar. Kom maar. Vertel mij. Vertel mij maar. Hoe? Hoe komen we bij de Spirit Temple? Hoe? Geen idee. Waarom breng je het dan naar voren toe? Daniel, ik negeer jou gewoon heel eventjes. Je praat ook nog eens een keertje over een hele enge game. Schaam je. Foei. Oh, echt de worst Zelda game ever. Als je het hard genoeg wilt, kom je er wel. Je wilt gewoon niet hard genoeg. Wauw, Mermaid.
Ik weet dat je met hoverboots kan kazen, Sonic, maar daar hebben we de boss battle op de boskie hebben we nog niet. En we hebben twee sleutel. We hebben twee sleutels nodig om daar op dat plek te kunnen komen waar dat we eventueel kunnen kazen naar meer kistjes. Dus dan hebben we weer een Fire Temple sleutel nodig. Of we vinden iets heel erg spannends in die Fire Temple. Dat kan natuurlijk ook. Heerlijke muziek en reacties. Ja, juist. Dat dus. Ik zit ook nog heel eventjes te denken van welke skulltula's hebben wij nog niet gehad. Want ik weet dat we nou bij, volgens mij, twee skulltula's kunnen komen in verband met kaas. Wacht, de Fire Temple heeft 3 pick-ups. Want we hebben namelijk de Scarecrow song. Dus er is nog meer kaas. Hey. Oh nee, wacht even. Is dat daar? Even. Volgens mij kunnen we nou 3 kistjes bij de Fire Temple halen, maar dat weet ik dus niet zeker. Ja, maar Pierre die is op vakantie in de Fire Temple. Ik weet niet wat de Scarecrow zoekt in de Fire Temple, maar hij is in de Fire Temple. Nee, de kaas mag niet op zijn. Er moet meer kaas zijn. Ik heb ook nog kaas. Maak je geen zorgen. Ik heb ook nog kaas. Er moet kaas zijn. Anders weet ik het gewoon niet meer. Oh, shoot. Oké. Drie pick-ups hier, denk ik. Waarschijnlijk 2. Hoop ik. Dus laten we hopen dat we iets vinden. Anders moeten we weer terug naar de gevreesde watertempel en daar kom ik liever pas op het moment dat we de longshot hebben. Mee eens. Liedje is geweldig. Nou, ik ben... Wanneer heb ik eigenlijk mijn kaas gehaald? Volgens mij voordat ik boodschappen ging doen en voor het weekend heb ik zelfs nog kaas gehaald, dus. Ja, maar sorry Fluff, het is de enige plek waar we anders nog naartoe kunnen als dit doodloopt. Ik maak me echt zorgen nu. Oké, dat ging wel heel erg snel. Max, ga jij eens heel even op de pc zitten. Ja, gooi dat maar gewoon op de grond. Maakt mij niet uit. Waar gooi je nou trouwens over op de grond? Wees daar. Max, waar gooi je nou weer op de grond hier? Wees de... Max, je gooit hier kaartjes op de grond. Dat is niet de bedoeling, Max. Max! Hey, Max! Max, je gooit hier echt van alles op de grond nu. Zelfs nou een USB-stickje. Max, echt serieus. Ik weet dat je niet op de pc wil gaan zitten, maar je gaat gewoon heel even op de pc zitten. Klaar nu. Ik ben hartstikke kalm, mijn zen is in balans, mijn yen net zo goed en de kaas is bijna op. Echt dat kistje dat taunt ons. Maar ik hou niet van la. Oh mijn god jongens, gaan we daar weer heen, serieus. Thank you.
Really? Daniel, iedereen is een Eevee. Iedereen is een Eevee. Alleen de moderators die zijn geëvalueerd. Met uitzondering van Mumei. Mumei is nooit geëvalueerd. Die blijft gewoon een Magikarp. En de plaats van Umbreon is al getekend. Want dat zijn namelijk de admins. Strife is een Umbreon. Maar ja, je kunt een Umbreon voor je naamkaartje hebben natuurlijk. All you have to do is subscribe! Oh, wacht eventjes. Nee, ja, dat is commercieel. Zou ik niet doen. Subscribe now and have an Umbreon voor je naam. En gebruik een emoticon. Altijd leuk. Dan vraag ik me af, dat kistje daar hebben wij volgens mij al gepakt, maar dat weet ik dus niet meer zeker. Oh, ik wil hier niet naar beneden vallen. Ik heb echt geen zin om dat hele stuk er opnieuw te moeten lopen. En normaal gesproken heb je hier van Roar's Wind, maar nee, van Roar's Wind hebben we natuurlijk niet. Toch? Nee. Goed, nou, dan kunnen we deze deur in. Dat is een hele goede investering. Je kunt nooit genoeg kaas hebben. Ik weet zeker dat die deur namelijk aan de achterkant niet open zit. En dan kunnen we langs het kistje bij die Goron. Dat is namelijk kistje nummer 1. Die kistje... ik loop de verkeerde kant op. Kistje nummer 2, die zit zeg maar... als je die vloer bombardeert, dan kom je dus zeg maar bij kistje nummer 2. Kistje nummer 3, volgens mij bij die Skulltula. En daar zat normaal gesproken 200 roepjes in. Dus daar kan iets boeiends in zitten. En ja, zoals jullie al zien, daar zit die deur op slot. Dus daar kunnen we niet naartoe. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ja, nee, dit zijn inderdaad die locaties. Dit zijn die locaties. Hier kunnen we weer kistjes pakken. Goed. Laten we eerst naar kistje nummer 1 gaan. Die zit hier beneden. Het taunende kistje. Het kistje dat ons de hele tijd uit zit te lachen. Goed. Wees nuttig. Please. Dit is nou trouwens zo te kazen. Waarom doe ik zo moeilijk? We hebben de hoverboots. Kistje nummer 2. Be something. Please. Ik wil niet meer jou praten. Ga weg. Val naar beneden. I don't care. Boe! Boe! Oké, we kunnen wel weer verder in deze dungeon, maar... Boe! Rip headphone user. Zo luid was ik niet.
goed, nou in ieder geval, we kunnen dus die ene deur in. Maar we gaan eerst eventjes naar die skullcellar, want daarboven daar zit ook nog een kistje. Dus, Het klinkt zoals dat ik op mijn ocarina speelde toen ik net begon. Oh, Pierre. Dank je. Ik weet het, Sonic. Ik weet het. Mijn oortjes zitten weer niet lekker. Dat is... Oh, ik ga er gewoon op en neer van. Het grootste probleem is, ik weet dat hier dus een paar skullcellars zitten. Maar ik weet dus ook dat hier nog een kistje zit. Maar ja, we kunnen in ieder geval verder de Fire Temple in. Waardoor dat er dus nog een paar extra kistjes zitten. Plus we kunnen één deur kazen. Waardoor dat we dus één deur minder hoeven te openen. Dus ook al hebben we maar één sleutel. Volgens mij kunnen we nou alle kistjes hier pakken in de hele dungeon. Tenminste, I hope so. Hier zit die skullcella. Mooi. But there's more. Wacht eventjes, moesten we hier nou niet ook? Nee, toch? Nee, je kunt hem gewoon klimmen. Toch? Ja, hier zit de tweede skullcella en hier zit het kistje waar ik het over had. Goed. Dit kistje, normaal gesproken, geeft maar 200 rupees. Maar nu kan het een heel belangrijk kistje zijn. Oh, kom op. Ik hoop echt dat het kistje het waard is, jongens. Echt. Ik wil niet terug naar de watertempel. Oh boy. Ik ben vrolijk, ik ben blij, want dat kistje is straks van mij. Dan is dat juist goed, want dan kunnen we namelijk meer pick-ups krijgen. Het gebogen stokje zou juist een uitkomst zijn. Nee, echt zonder omgein. Het gebogen stokje zou echt een uitkomst zijn. Ik zou dolgraag naar de Shadow Temple willen gaan, maar dat kan niet zonder Dinsfire. Dus zou je zo vriendelijk wel zijn om gewoon door het fire te kunnen geven, spel? Verder ben ik niet boos of zo? Goed. Zo, dat was in één keer. Goed. Zo. Het spel heeft ons een extra vuursleutel gegeven. Oh boy. Viel er bijna naar beneden. Maar we hebben dus een extra vuursleutel. Dus we kunnen nou naar die ene kamer. We hebben het overboord, dus we kunnen kazen. Jongens, niet te veel met emotie kon spammen. Flareon Games, goede voorbeeld geven, kom op. Sorry, ik moet streng zijn.
Ik weet, we hebben happiness nodig. Ik ben heel erg happy met jullie. Maar niet te veel spam, alsjeblieft. Sonic, ook jij. Kom op, goed voorbeeld geven, jongens. Jullie kunnen het. Ik weet zeker dat dat soort kaas was. Ja, Navi, ik weet het. Ik probeer... Ik weet zeker dat je met de hoverboots daar juist op komt. Juist. Zie je nou wel dat je kan kazen? Oké. Nu zijn er een paar dingen die we dus extra kunnen doen. 1. Deze sleutel kunnen we kazen. Heel simpel. Die pilaar trouwens, die laat ik staan. Voor hetzelfde geld val je naar beneden. Oké, weer heel een stuk teruglopen. Heb ik je zin in. Maar hier... We hebben de Song of Time. Dus... Waar is mijn ocarina? Hier. Nou, het punt is, Daaf, ik heb daar een beetje research over gedaan en daarmee moet ik partner worden met Twitch. En de enige kans die ik heb om partner te worden met Twitch is als ik minimaal een keertje heb tot er dus 75 mensen aan het kijken zijn. Die dus, ja. Dat is het grote probleem wat we ermee hebben. Happy V, die heb ik gemaakt. Voor de Discord. Die heb ik toen eerst gemaakt voor de hardcore serie. Maar goed, dat zou ik dus kunnen op het moment dat ik dus partner ben met Twitch. Dan zou ik dus meer emoticons kunnen maken. Op het moment is dat dus nog helaas niet te doen. De trading quest is open. Sonic, ik vind dat je, als je ergens één item vindt, dat je kan inruilen weer voor één item, noem ik geen progress. Dat noem ik downgress. Wacht even, kan ik hier nou niet doorheen? Het helemaal... Oh, dan moeten we weer op dat plateautje. En daar zouden we die sleutel voor nodig hebben, maar ik heb lak aan die sleutel... Het is gewoon van, hier gaat de pick-up in kunnen zitten die, weet je wel, insert, big, goron, gast. Zat dat trouwens geen deur nog, verder? Er zit nog een totem. Nee, daar zit de deur, daar zit een nepdeur. Aan die kant daar zit de deur die op slot zit. Dus wat wij moeten doen... Nou ja, we hebben toch hier geen sleutels, dus zoveel maakt het niet uit. We moeten hier nu naar rechts.
En dan komen we daaruit en dan kunnen we inderdaad daar door die deur heen. En daar zitten ook nog een paar kistjes. Dus er is nog progress. Ik bedoel, serieus, rot op. Jij stopt mijn kies! En nog maar raken, hè. Nog maar raken. Nou, hij hield hem een beetje. Maar we hebben dus nog meer kistjes. Er zijn nog meer kistjes. Echt ondertussen hebben we dadelijk echt ieder kistje in heel de Fire Temple. Behalve voor Veja, want hé. Hey, daar kunnen we nog niet komen. Oh, en jullie dachten eventjes dat ik die deur open ging maken. Echt niet, hè. Hallo. Ik kom jou heel eventjes afslachten, omdat dat moet voor progress. Sorry, Jochie. Spring maar weer terug het vuur in. Oh, dan valt die deur op je en krijg je damage. Dat is het enige wat er gebeurt. Dat inderdaad. Goed. Als het goed is, brengt deze ons weer naar die andere kamer toe. Daarin vinden we normaal gesproken de Megaton Hammer, maar hey, die hebben we al. En dan hebben we nog een secret to everybody in dat we de Megaton Hammer hebben, waardoor dat we nog een extra skulltje laten pakken kunnen krijgen. Maar voor de rest, volgens mij is dat de enige kist die nog überhaupt in het hele spel zit. Ik ga snel even kijken. Wacht eventjes hoor. Even kijken. Daar zitten geen kistjes meer. Daar zit inderdaad nog een kistje. Maar voor de rest, het is het laatste kistje van de hele tempel. Oh boy. The pressure. The pressure is real. Moeten we echt... Moeten we nou echt... I don't want it. Ja, ik heb hier Lucky on. We hebben Luck nodig. Okay, let's do this. Fluff called it. Dit is goed nieuws. Dit is heel goed nieuws. We kunnen inderdaad Jabu Jabu verder verslaan. Maar Jabu Jabu die heeft namelijk de Forest Medaille. Als we de Forest Medaille hebben, kunnen wij de oorspronkelijke... kunnen we weer een oorspronkelijk nummer leren. Door dat oorspronkelijke nummer, we hebben dan drie Forest Medaillens. Of we hebben de eerste drie medaillens. Waardoor dat we nog een pick-up kunnen krijgen. Wegen openen zich. Oh, hier ben ik blij om. Dit opent heel veel wegen. Ik dacht dat hier nog ergens boven een Golden Skulltula zit, maar de Golden Skulltula die zit hier beneden. Echt
Fluff, laat Mume en Sonic Strife maar... Laat ze maar kletsen. Wij weten de waarde achter ons stokje. Er is weer hoop. Sonic, er zijn nu heel veel Skulltula's die voor ons open zijn gegaan omdat we nou de boemerang hebben. Dus we kunnen de Skulltula's bij de Gerudo pakken. We kunnen de Skulltula bij de... hoe heet dat? Bij de... Lake Hylia kunnen we pakken. We kunnen de Skulltula's dadelijk bij Jabu Jabu pakken. Dat zijn zoveel Skulltula's die we dadelijk kunnen pakken, joh. Dus de 50 is nog niet eens meer een challenge. Maar goed. Oh, kom op. Ik leg het kistje er toch bovenop. Wees niet zo moeilijk. Jongens, gaan we naar Jabu Jabu? Of gaan wij eerst de training quest doen? Jabu Jabu! Screw die Skulltula. Ik ga me daar nog niet eens meer druk over maken. Trading, trading. Ik haat jullie, ik haat jullie. Bada, één vote, één vote. Oké, twee votes voor Jabu, twee votes voor Jabu. We hebben nou 2-2. We hebben 2-2. Oké, Miyashi is de... Nee, oké, we hebben dan... Nee, Daaf, sorry, je hebt voor training gekozen. We hebben 4 votes nu voor. Wat ik wel heel eventjes doe, is ik ga eerst eventjes naar de Goron... om eventjes de eerste training al te halen. Want ja, we zijn hier nu toch. En aangezien dat we dit nummer niet hebben... is het net zo makkelijk om hier alvast eventjes naartoe te gaan. Want ja, we kunnen alvast de vulkaan op. Waarom ook niet? Tenminste, kunnen we die kant op? Want volgens mij was dat geblokkeerd door een... boulder die getild moest worden? Of... Nee, oké, goed zo. Maar wij gaan dus als eerste naar Jabu. Geen zorgen, geen zorgen. Botermesje! We hebben in ieder geval iets van progress. En jongens, echt serieus. Stevie, je moet dat ding nog wel even aanknallen. Oké, nou laten we eens heel eventjes hem dat... gebroken mesje zien. Maar daarmee wachten we nog heel eventjes. Het enige nadeel is ook dat we dus niet een nummer hebben om de Temple of Time heel snel in te kunnen. Dat is wel een nadeel. Maar ja, maakt niet uit. We gaan nou gewoon eerst weer terug als Young Link. Gaan we gelijk naar Jabu Jabu. En als we daar zijn, dan zien we inderdaad wel hoe dat daar verder die progress gaat. Ik bedoel, serieus, 2 kistjes. Boss battle. Forest medaille die we daar... Tenminste, het was toch de forest medaille die we daar kregen? Voordat ik fouten ga maken. Ja, forest medaille. Dus dat zijn 3 pick-ups. Plus de forest medaille. Dat zijn weer 2 pick-ups in verband met... in Kakariko Village komt er dan een nummer vrij. En er komt een nummer vrij in de Temple of Time. Dus dat zijn... dat zijn 5 pick-ups. En niet te vergeten natuurlijk de 50 Skulltula's die ik ook nog niet heb aangetikt dat we er ondertussen al 40 hebben. Vanaf welk deel? Vanaf welk deel wat? Wie, wat, waar, wanneer, hoe? Hoeveel Skulltula's hebben we nou op het moment? 44. Ja joh, die 50 die hebben we zo.
Dat is geen enkel probleem. Maar, dan spreek ik wel met jullie af. Als we Jabu Jabu hebben, dus als we die 5 pick-ups hebben gehaald. Daarna is het voor mij tijd om eten te gaan koken, want dan wordt het anders weer veel te laat. Vergeet niet, het was een spontane livestream, dus we gaan gewoon Jabu Jabu doen. Kijken we wat de pick-ups zijn als Adult Link. Nou ja, het ligt eraan. Als we een sleutel vinden, gaan we nog eens naar de bottom of the well natuurlijk. Dus, hallo Epona. Ik weet dat jij dolgraag nu eerst de training quest wil gaan doen, maar de chat die zegt het heel anders. Dus screw die training quest. Jij bent nu aan het koken. Oké. Okay. Nou, het punt is, als jong Link kunnen we dus op het moment niks doen. Nou ja, we kunnen nu wel wat doen, want we hebben het gebogen stokje. Met het gebogen stokje kunnen wij inderdaad het een en ander net doen. En dat is dus inderdaad Jabu Jabu. Dat zijn 3 pick-ups. Zit er in die 3 pick-ups iets wat we als Young Link kunnen doen? Ik noem er maar iets. Stel je voor dat we in één keer de Spirit Temple in kunnen als Young Link. Dan gaat de livestream gewoon door, want dan hebben we weer meer dingen te doen als Young Link. Moeten we echt weer Adult Link worden? Ja, dan zeg ik van jongens, het is tijd om te koken. Dus vinden we in die 3 pick-ups iets wat we nog kunnen gebruiken als Young Link? Een sleutel van de Bottom of the Well. Een deutje van de Spirit Temple. Hebben we nog iets? Volgens mij zijn dat de enige 2 items die eventueel iets zouden unlocken als Young Link. Nee, we hebben alleen de boomerang gevonden, die man. Ik zit nou te denken, maar echt volgens mij. Oh ja, we hebben nog als jongling dat we eventueel zo'n 50 sculptula's zouden kunnen. Dammit, dit is nacht! Wacht, daar heb ik wel een trucje voor. Ik zit nou eventjes te denken, je hebt 2 golden sculptula's daar zitten, 1 golden sculptula heb je daar zitten. Nou, we kunnen nog wel de golden sculptula heel eventjes, de 5e golden sculptula's, die rewards zal ik er nog wel meetellen. Dan hebben we 4 verschillende rewards die we kunnen doen, vooruit al. Max streamtijd is echt tot 9 uur, want echt serieus, anders wordt het veel te laat om eten te koken. Dus ik hoop dat jullie daar vrede mee hebben. Please. Maar dan wel eventjes, heel eventjes, mogen jullie genieten van de stoel en even van de nijntjes. Want ik heb een was aangedraaid. En die is ondertussen klaar. En dan moet ik heel even uit de wasmachine halen, want anders is het niet droog. Ben zo terug. Evie, entertain even.
zo, zo. Die ook nog even gelijk meegenomen. Hoppakee. Sorry jongens. Ja, moest wel even gebeuren. Evie is zo adorable. Ja, helemaal mee eens. Oh, wacht eventjes. Ho, eens even. Zo maar, hè. Kan echt niet anders, hè. Zo. Durfie is terug. Yay, Durfie. Je gaat een auto door midden zagen en extensie aanplakken? Hè, wat? Hè? Waar heb ik gemist, jongens? Oh, Daaf maakt een limo. Ah, ik zie het, ja. Ik ga even limo maken. Nou, succes. Duidelijk. Nou, in ieder geval, we gaan dus nog voor die 4 pick-ups. Heel erg leuk. Maar, trouwens, het is nou nacht, dus dan kunnen we nog een extra skulltje eventjes gelijk pakken waar dat Lord Jabu Jabu zit. Want daar op die boomstronk, daar zit ook een golden skulltje. Dat is wel fijn om te weten natuurlijk. Maar goed, wat zijn nou inderdaad hele fijne dingen om te hebben? Als we, wat krijgen we eigenlijk, wat voor een medaille of iets... Bij de Fire Temple is het alleen maar de pick-up van Lord Jabu Jabu. Dus vinden wij ergens de Boski, dan gaat het echt alleen maar om, ja, de hardcontainer die we van Vulvetia krijgen. Dat is de enige pick-up die inderdaad nuttig is, want Spirit Medaille, daar krijg je helemaal geen ene drol voor. Dus die is niet echt meer handig om te krijgen. Oké, okay, ja, we kunnen een baas verslaan, hartstikke leuk, maar het is niet echt nuttig. De... Dinsfire, dat opent de Shadow Temple. Longshot zou heel erg fijn zijn, want dan zouden we meer in de Watertempel kunnen doen. Maar ja, ik heb geen zin in de Watertempel. Om hoe laat ga je morgen live? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik gok rond 1 uur of 6. Oh, deze hebben we ook nog niet gepakt. Ah, oké. Nee, ik probeer zo rond 1 uur of 6 probeer ik inderdaad wel live te gaan. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik ben het wel van plan. Dus. Nou, en daar hebben we ons gebogen stokje al voor nodig. Ik zou het wel gezellig vinden. En kunnen jullie niet... Hé, hey, het is geen verplichting, hè, jongens. Nooit vergeten, het is niet verplicht om bij een livestream aanwezig te zijn. Voel je alsjeblieft niet verplicht om bij een livestream aanwezig te zijn. Nou, mondje open. Kunnen we naar binnen toe. Gezellig. Nou hoop ik trouwens wel tot die snol niet daar beneden zit. Die soepsnol. Die soepstengel. Die kippensoep. Oh, ik zie nou wat ik iets vergeten ben uit de winkel te halen. Kuppasoep. Oh. Volgens mij staat ze automatisch... Ja, staat al automatisch hier. Mooi, hoef niet dat hele benedenstuk te doen.
Ja, ik laat je gewoon achter. Leuk, hè? Nou, ik ben niet van plan om 6:00 a.m. te gaan streamen, Daaf. Dat vind ik wel heel erg vroeg. Maar ja, ondertussen, volgens mij hebben jullie ondertussen ook bijna vakantie. Dat is 2 weken ondertussen. Hallo. Nee, ik weet dat het geen 4 uur is, maar ik heb ook geen kuppensoep, maar ik moest hem wel halen bij de boodschappen. En ik ben hem helemaal vergeten om te halen bij de boodschappen. Oeps. Nee, ik ben niet Ed Soep, ik heb soep bij... Oh, Dins van... Oh, mijn hemel! Oh, jeetje, nice! Noem het Zinloos Nexus, zinloos, dit is awesome! Je hebt nu gewoon vrije dagen omdat je examens voorbij zijn. Dat is wel fijn. Oké, okay, nou in ieder geval, dat is dus één ding wat zeker heel erg fijn is. De Shadow Temple is nu officieel voor geopend. Oh, dat was wel een mooie intro. Nice. Ik heb de laatste week net nog 2 toetsen, met een spreekbeurt en een toneelstukje in mijn laatste 3 dagen gepropt. Succes! Oké, wat krijgen we hier? Kom maar. Maak de wegen open. Silver Gauntlets. Hoppakee. Oké, tot nu toe maakt het weinig wegen voor ons open, omdat we kunnen ze nog niet gebruiken. Maar... hoera, we hebben al de Silver Gauntlets. Daardoor kunnen we de Spirit Temple in, mochten we daar zover eindelijk komen. Nice. Dus dan hebben we al 2 van de 4 pick-ups. Oh, en waarom loop ik hier gewoon door? Dat was niet slim. Ruto, kom eens even terug. Ruto. Hier. Dank je. Ik ben ondertussen 3 keer geraakt door de gekke ding. Maar dat zijn inderdaad... dit zijn wel dingen dan die dus alleen maar mogelijk zijn als volwassen Link. Maar... sorry. Het zijn dingen die we kunnen doen. Het is helemaal niet verkeerd dat de Shadow Temple eigenlijk voor ons open gaat. We hebben zoveel sleutels daarvoor. Plus, we hebben de hoverboots. Dus we zouden die gewoon kunnen doen. Oké, niet bij deze livestream, maar... maar ja, vergeet niet, de pick-ups die we nodig hebben om dus nog verder hierin te gaan, dat is de Breath of the... well, de Breath of the Well. Die sleutel hebben we dan nog nodig om nog iets verder in te gaan. Of... nou ben ik het alweer vergeten wat het andere was. Was nog iets. Bottom of the Well of... jongens, ik zei het net nog, hè? Nou ben ik het alweer vergeten. Hoeveel bits moet je doneren voor Umbreon? Je hoeft geen bits te doneren voor Umbreon. Umbreon die krijg je als je subscribed. Dat is zeg maar tot je voor een maand de Umbreon voor je neus hebt, voor je naam hebt staan... en dat je dus een speciale emoticon kan gebruiken. En Bada, dankjewel voor het opbouwen van Eevee nog een keer. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Eigenlijk best wel grappig.
Fun fact, dus om te weten. Op het moment, ik was bezig met de video te editen. Of ja, te editen, te uploaden meer. Want ja, ik heb er echt weinig aan geëdit. Lui, ik weet het. Maar het grappige was, bij de vorige werd het dus een thumbnail. En toen kwam dus inderdaad die Eevee kwam dus voorbij. Later, Daniel. Die kwam dus zeg maar als thumbnail. En vandaag de video die ik dus vandaag wou uploaden, daar kwam weer een thumbnail met weer Eevee volledig in beeld. Dus dat vond ik eigenlijk best wel grappig. Oh, joepie. Wacht eventjes. Ik pak heel eventjes mijn stokje erbij. We hebben de ocarina op het moment niet nodig. Ja, waarom prinses Ruto? Bada gaat voor de eerste plaats. Ja, dit is zo makkelijk te kazen. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon echt één keertje een jump attack met een stokje te doen en je wint. Bada, als het goed is kun je naar boven zien. Ariel Mat staat op de tweede plaats. Met evenveel bits. En Super Mario Player die staat op het moment op de eerste plaats met 719. Jij staat op 3. En ik vind jullie alle drie even awesome in verband met de support die jullie hebben gegeven. Dus als je wilt cheeren, het is natuurlijk welkom. Maar je hoeft er geen wedstrijd van te maken. Ster? Oh, wacht, die kun je zo niet... Maar goed. Ik ben benieuwd of we dus nog een leuke pick-up... Ik haat Octorox. Sterf! Maar goed, dat was wel grappig heel erg met die thumbnails, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik hoop dat jullie de animatie natuurlijk met de Eevee Power-Up leuk vinden. Daar hebben Mume en ik samen voor gezorgd tot die daadwerkelijk kwamen. En we hebben er nog in het begin een beetje een faal mee gehad, maar gelukkig is de faal nu eruit. Want ik heb inderdaad beide emoties gezien. Dus de ene keer zie je inderdaad tot Eevee gepowered wordt. En de andere keer zie je de stralen uitkomen van alle evoluties. Dus ik ben blij dat dat systeem eindelijk een beetje werkt. Ja, nee, daarom. Nogmaals bedankt voor je hulp daarmee, Mume. En natuurlijk ook bedankt voor het idee. Het was echt een heel leuk idee, dus nogmaals dank daarvoor. Goed. Oh ja, trouwens ook wel een heel erg leuk feitje. Alle plushies die ik normaal gesproken koop, ik zal er één keer een shout-out ook even voor doen. Ik heb nu in de beschrijving, als je dus naar onderen scrolt, daar heb je al die topics zitten. Daar zit nu een nieuwe topic bij en er staat op Plushie Store. Dat is Any World For You, dat is dus zeg maar waar 80% ondertussen van mijn plushies ook vandaan zijn gekomen. Dus kun je altijd er heel eventjes naar kijken. Mocht je inderdaad op zoek zijn naar een specifieke plushie. Ze hebben heel veel Eevee plushies. Maar ze hebben natuurlijk ook andere. Maar who cares dat er andere zijn? Ze hebben Eevee plushies. Auw. Ook trouwens wel leuk om te weten. Ja, je cheert eigenlijk Eevee aan. Dus dat past er inderdaad heel erg goed bij. Ik zit wel eventjes te denken, want volgens mij... Het eerste weekend in januari, zal ik maar zeggen. Volgens mij is dat... Ik ga gewoon heel even snel spieken. Dat is 5 en 6? Ja, 5 en 6 januari. Ik ga toch heel even nakijken of dat wel klopt, want... Oeps. Waar heb ik... Hier. Volgens mij echt... Tomo, even kijken heel snel. Oh, dit... Waarom moet ik dit nu doen? Dat ik het heel even moet melden, anders vergeet ik het weer.
Wauw. Vijf en 6 januari, hou het daar maar gewoon op. Mocht het niet fout zijn, mocht het fout zijn, dan laat ik het jullie nog wel heel even weten. Stevie, stop nou eens met zoeken. Sorry. Maar goed, mocht je dus, hoe heet dat, 5 en 6 januari, dan is er een evenement in Amsterdam, dat heet Tomo Fair. En daarin doe ik dus een training card tournament van het Pokémon Training Card Game met themadecks. Dus mocht je daar gezellig bij willen zijn, zie ik jullie daar sowieso dan. Mocht je daarbij willen zijn. Dus Bada, dat stuur ik jou wel via Twitch. Maar daar ga ik niet op antwoorden. Moderators, je hoeft hier niet op te antwoorden. Hij heeft het netjes gevraagd, dus ik stuur je daar wel een privéberichtje nog eventjes over. Sterker nog, Bada, zit jij op de Discord? Bada, ben je op de Discord? Toevallig? Ja? Oké, dan... ik denk dat ik daar dan gewoon heel eventjes een antwoord op kan geven. Gewoon echt van, jongens, nu geef ik er een antwoord op. Ik vind het zelfs. Zodat iedereen weet wat er dus inderdaad... Waarom dat het eigenlijk geen gesproken onderwerp meer is... Tijdens de livestream. En dan hoop ik ook echt dat we daarmee het echt af kunnen sluiten. Want ja, die vraag komt iets te veel voor. En ik vind het zelf ook niet echt prettig om daar de hele tijd een time-out over te moeten gaan geven. Je hebt het netjes aangegeven, je hebt het netjes gevraagd. Maar inderdaad, de livestreams gaan we daar gewoon geen antwoord op geven. Dus dadelijk na de livestream zal ik daar heel eventjes een algemeen antwoord op geven. Op de Discord. Zodat eindelijk dan de vraag inderdaad beantwoord is. En dan hoop ik ook echt dat die niet meer terugkomt. Want dan is het ook echt van, zien we die vraag voorbij komen, ja, dan gaan we gewoon weer terug naar de oude timeouts. Want ja, we hebben het vaak zat uitgelegd, maar blijkbaar is het inderdaad toch nog een beetje te onduidelijk voor iedereen. En ja, dan zou ik dan toch wel zo... Mimé, ben je het daarmee eens? Zullen we dat gewoon zo doen? Oké, dan doen we het gewoon zo. Ondertussen ben ik trouwens een baas aan het verslaan en ik negeer hem volkomen omdat... Serieus, deze baas die stelt echt helemaal niks voor. Point. Maar dat doe ik dan wel dadelijk naar deze livestream. Kom eens eventjes weer op. Dankjewel. We willen weten wat die andere twee pick-ups dadelijk zijn. Dus hou je eens even gedijst. Ik denk ik bots er even tegenaan, waarom ook niet. Kom hier. Ik wil je slaan met een boemerang, met een gebogen stokje. Mooi. En de één na laatste pick-up is... Gaan we in overtime? Oké, die is required om het spel uit te spelen. Dat is één van de belangrijkste dingen in het spel. Daar ben ik blij om dat we die gevonden hebben. Nice. En we hebben de Vorstmedaille. Ja, die heb je nodig. Die heb je echt 100% nodig. Daar heb ik bij mijn testfile ben ik erachter gekomen. Dus ik ben blij dat we die gevonden hebben. Ja, de zorgers waren absoluut niet... Even kijken, zitten we op 48? 49. Oh, nou, dan gaan we gelijk... oh nee, wacht eventjes. Het is... Ja, dan gaan we wel eerst eventjes langs... want we moeten wachten tot het nacht wordt. Dus... Omdat de jump-aanval vier keer zo sterk is als de soort Daaf. Daarom gebruikten we stokjes. Zorg ervoor dat de baas sneller gaat.
Ja, twee keer zo sterk als je inderdaad een gewone jump aanval ook met links zou doen met de Kokiri soort, dus. Dat. Oké, okay, nou, ik weet in ieder geval nog één Golden Sculpture laten we hebben. Weet je dus voor de overkant. Dus ik denk ook alvast voor de... Of ja, voor de overkant. We hebben wegen die open zijn op het moment dat we dus weer een Doldling gaan worden. Dus, toekomstige Stevie. Luister, met de volgende livestream die je gaat doen voor Zooter. Is het heel erg belangrijk dat je alvast weet dat... De Fire Temple heb je helemaal gedaan. Mocht je daar dus nog een sleutel vinden, daar hoef je niet meer naartoe. Mocht je daar de boskie vinden, de enigste bos dat boeiend is om op te pakken, dat is, Ja, de bosding, want de andere, dat is de spirit medaille en dat schiet niet echt heel erg op. Dus ja, de bos item zou handig kunnen zijn, maar voor de rest bij de Fire Temple. Fire Temple is bijna helemaal klaar nu. Dan hebben wij... De Shadow Temple. Je kunt echt de Shadow Temple in. Je kunt nu echt daar heel veel doen. Dus het zou eigenlijk een van je eerste dingen zijn. Maar ga eerst even langs Kakariko Village. Want daar is ook een pick-up. Wij eindigen deze livestream expres bij Adult Link in de Temple of Time. Zodat we nog één pick-up extra erbij krijgen. Dat is namelijk wat we voor de Forest Medaille krijgen. Die nog niet aangevinkt staat. Mimeti zegt trouwens hoi. En voor de rest... Ja, we hebben nu ook de 50 Skulltula's, dus dan gaan we ook eens heel eventjes gelijk kijken wat er daar te vinden is. Dus ja. Want we hebben Dinsfire, dus je kunt naar de Shadow Temple. En voor de rest hopen we dat we daar veel kunnen vinden. En je hebt één sleutel van Gannon al gevonden, dus nog twee sleutels daar te gaan. Dat je het maar weet. Nou, dan gaan we nou eens heel even kijken wat die laatste pick-up is. Hopelijk niet de sleutel van Bottom of the Well, want anders moet ik het eigenlijk nog een keer herhalen. Want als het de sleutel van de Bottom of the Well, dan hebben we daar nog twee kistjes die we nou kunnen openen. Die mens zegt ook trouwens hoi. Oh, en je kunt de trading quest doen. Niet te vergeten, trading quest. Trading quest. Stevie, toekomstige Stevie. Trading quest. Ruilen. Dat kun je ook doen. Voordat hij dat vergeet. Dus belangrijk. Goed, wat is de pick-up? Doei. Nou, dat was gezellig. We gaan er weer van tussen. We gaan naar huis. Ik heb het helemaal gehad. Zoek het uit met de Skulltula's. De Skulltula's. Hoezo hebben we die nooit gepakt? Hoezo hebben we die Skulltula nooit gepakt? Ik ga gewoon zo Eevee wezen met drie oren nu. Ah, die oren... Nee, andere oor. Naar achteren. Nee. Er hoeft niks geëdit te worden. Maak je absoluut geen zorgen. Niks geëdit te worden. We moeten het toch nog eventjes... Wachten tot het dag is, dus we kunnen nog een resum doen, waarom ook niet. Dus, nog een keer, toekomstige Stevie. Je krijgt de groeten van Mumei en je krijgt de groeten van die man. Wat je dus kan gaan doen is, je hebt de Ruiling Quest, heb je dus klaarstaan dat je dus zou kunnen traden. Van Ruilen komt huilen werd er al geroepen, maar daar hebben we lak aan. Dus je kunt de Ruiling Quest kun je doen. En je kunt naar de Shadow Temple en de Skulltula's waren allemaal nutteloos. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die je hoeft te weten. We hebben de pick-up al gepakt van tot we de Forest Medaille hebben. Maar ga eerst eventjes, het allereerste wat je moet doen is ga even langs Kakariko Village. Want daar is een gratis pick-up te halen in verband met, hey, we hebben de gras, vuur en water medaille. Dus dan weet je dat. Succes Stevie, toekomstige Stevie. Hopelijk kunnen we hem bij de volgende livestream uitspelen. Wie weet. Nou,
Dat is nou gezegd. Wij gaan nu eventjes snel de Temple of Time binnen. Worden eventjes Adult Link. Daar slaan we de boel op. En ja. Dan is het voor mij tijd om voedsel te maken. Nou, we kunnen even zien wat die laatste pick-up is. Mijn oortje die blijft hangen, hè? Zie je daar. Ik heb flaporen. Heel veel flaporen. Probeer hem hier onder de haarband te zetten, maar het wil niet lukken. Zien jullie daar? Och. Probeer ook eens een keer wat. Trouwens, grappig detail. Je ziet haar daar trouwens met Richard spelen, waardoor dat je kan weten wie haar hond is. Lol. Iets wat ik nooit wist. Ik ben echt dom. Nou. Wat oorspronkelijk dus de Prelude of Light is. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Kom maar. Bring it. We gaan heel even volwassen worden. Niks speciaals, nee. Een grotere bombek. Hoera. We hebben de biggest bombek. Wees er blij mee. That's it. End of story. Contract terminated. Stevie, get your ass to Kakariko Village. Goed, nou. Met dat allemaal gezegd te hebben, ik dank jullie natuurlijk voor het kijken naar deze livestream. Bedankt natuurlijk weer voor de cheers. Bedankt voor de gezelligheid. Het was een spontane livestream. Morgen gaan we natuurlijk livestreamen verder met hardcore. Dan gaan we kijken of Fluff inderdaad vrije vragen kan nemen. Ik hoop dat hij vragen kan nemen. We zullen het van eigen zien. Maar goed, ik ga eten maken. Ik dank jullie voor het kijken naar deze livestream. En tot de volgende video of livestream of wat dan ook. Dank voor jullie support, jongens. Jullie zijn geweldig. Doei!